Vorige keer hebben we gesproken over de nieuwe sportnota die er moest komen. Ja. Ik heb ervoor gekozen om het Stoompje als locatie voor ons gesprek te doen. Omdat het ook mooi een illustratie is van sporten in de wijk. Zeker. Want dat was een van de thema's die in de nieuwe sportnota aan de orde komt. Ja, klopt. Het gaat niet over sportverenigingen alleen. Nee, het gaat over sporten en bewegen. En ik heb echt de stad opgeroepen, kom maar op met al die ideeën. Omdat ik het heel belangrijk vind dat die sportnota door de stad geschreven wordt en niet bij ons achter een bureau. Want het gaat erover wat er in die stad leeft. Precies. En dan hebben we een aantal mooie bijeenkomsten gehad. Ongelooflijk veel respons, ook al via social media, ja. Via de enquête, maar ook de verschillende bijeenkomsten. Ja, ja, en dat is echt geweldig wat daar al uitkomt. Je riep de stad en met nadruk jongeren samen met de Johan Cruijff Foundation ambassadrice Erwa. Klopt. Een van de 14 in Nederland. Ja, bijzonder. Riep je specifiek jongeren op om ook te reageren? Ja, zeker. Het gaat ook over de toekomst van sport en bewegen in deze stad. En dat gaat wat mij betreft en over alle mensen die al sporten en bewegen, maar ook die dat niet doen, maar echt letterlijk van jong tot oud. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat we de verschillende ideeën uit al die groepen gewoon ook meenemen. Wat is nou belangrijk? Wat moeten nou de kaders zijn als het gaat over sporten en bewegen? Als het nou om die inbreng van de jongeren gaat, wat is jou daarin opgevallen? Nou ja, wat je zag vorige week bij het symposium is dat wat uit al die bijeenkomsten kwam, is dat het over echt wel een breed aantal onderwerpen gaat. Die hebben we gebundeld in die bijeenkomst in vier thema's. Ja. Dus het gaat over sportvoorzieningen, maar het gaat ook over de sportverenigingen, maar het gaat ook over sportvoorzieningen, natuurlijk ook beweegvoorzieningen, zoals hier. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over hoe verschillende organisaties samenwerken met elkaar. En over bekendheid. Ja. En nou, een van de dingen die met name de jongeren ook aan me aangaven. Ik ben ook bij die bijeenkomst met een aantal van de jongeren gesproken. Dus wij weten eigenlijk helemaal niet wat er te doen is. Nee. De jongeren weten niet wat er te doen is. Er moet beter gecommuniceerd worden. Nou ja, dat was een van hun input van joh, ja, communiceer dat nou. En dan gaat het ook over hoe communiceer je dat, hoe ga je daarmee om. Ja. Vier thema's, dat worden de hoofdlijnen van de nieuwe nota sporten en bewegen? Nou, dat weet ik niet, maar dat was wel in ieder geval, in die lijnen is het in ieder geval opgehaald. En in die lijnen is het vorige week in dat symposium besproken. Ja. En als je het dan hebt over goede sport- en beweegvoorzieningen, is daar verder besproken. Hoe ziet dat er dan uit? Wat is dat dan? Ja. Die sportnota, ik blijf het sportnota noemen, maar de nota sporten en bewegen. Dank. Daar is daar uitgebreid over gesproken, die wordt uitgewerkt. Ja. Daar komt ongetwijfeld ook Schiedam in beweging in terug. De sportvoorzieningen die moeten verhuizen. Nou, het komt daar in die zin niet in terug. Het gaat in de sportnota gaat het over, zoals de stad in ieder geval dat mij nu aangeeft. Zorg nou dat je goede voorzieningen hebt in de wijk en ook op de sportterreinen om te sporten en bewegen. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over het Beatrixpark met het nieuwe Poldervaartpad. Of de calisthenics bewegingsapparaten die je daar nu hebt. Ja, ja. Dus het gaat over heel veel voorzieningen. Ja. Maar een van de onderwerpen is wel de kwaliteit van je sportparken. Dus in die zin komt er niet zoveel in terug, maar is natuurlijk wel een link naar wat we nu aan het doen zijn met Schiedam in beweging. De A4 moet dit jaar opgeleverd worden, of tenminste dat stukje A4 tussen Schiedam en Delft. De asfaltmachines staan klaar om de weg aan te leggen door de tunnel die is aangelegd. Die tunnel is bijna af dus. Wanneer gaan de sportvoorzieningen, die sportverenigingen verhuizen naar dat dak? Nou ja, het goede nieuws is dat het nu echt gaat gebeuren. Hè? Ja. We zijn natuurlijk al echt een hele tijd mee bezig. Ja. In mijn geval ook heel veel samen met die sportvereniging. Hoe gaat het er nou uitzien? Hoe ziet dat die nieuwe sportparken er raken uit? Zowel op Harga als op het dak van de nieuwe snelweg. Dat is natuurlijk gewoon heel bijzonder. Schiedam in beweging gaat natuurlijk over meer dan over sporten en bewegen. Gaat ook over de nieuwe woonmilieus die je brengt. De extra groen wat je toevoegt. Er komt ook een nieuw stadspark op het dak. Dus er komen en allerlei toevoegingen als het gaat over gewoon hele mooie sportparken. Maar ook gewoon toevoegingen qua gedifferentieerd woonmilieus. En de extra versterking van het groen. Ja. Maar hoe staat het er nu voor als het gaat om de verhuizing van die sportvoorzieningen? Nou ja, je hoort mijn enthousiasme omdat het juist zo breed is. Op dit moment zijn we nu echt met de sportverenigingen echt met de laatste dingen bezig. En dat is belangrijk, want binnenkort, volgende maand, gaat ook een stuk in ieder geval over de financiën eromheen ook naar de raad toe. Ja. En voor mezelf vind ik het heel belangrijk dat met name ook dat vanuit die sportverenigingen heel met elkaar bedacht is en daar ook gewoon gedragen wordt. Zij denken mee over hoe dat daar ingericht moet worden, aan welke eisen het moet voldoen. Ja, nou, sterker nog, zij bepalen. Ja. Ja. Maar er zijn ook sportverenigingen die
gepland waren te verhuizen, die nu zeggen van dit wordt helemaal niks, we gaan niet. Ja, nou ja, er is één vereniging op het, je doet op Nexus, die heeft aan mij aangegeven, ondanks het hele proces waar we ook samen, hè, waar ze samen ook in hun geval met VV Ketelspaland, met Ventura, maar ook de honkbal en cricket dat daar komt, de dansschool gaat daar ook een plek krijgen. Dus in dat hele proces, aan het eind van de rit, hebben zij gezegd, nou, we willen daar toch niet naartoe. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk aan de vereniging zelf om dat te mogen bepalen. Ja. Nou, een van de dingen die zij als kritiek hadden is dat alle verenigingen dan één clubgebouw moeten delen. Ja, er komt inderdaad een sportverzamelgebouw. Ja. Er is wel met de sportvereniging gesproken over en hoe ziet dat er nu uit qua waar je kantine komt en waar je uitstap je veld komt. Voor hen was een stuk eigenheid daarin heel belangrijk. Dus dat respecteer ik natuurlijk. Heb je dan niet een probleem straks op Sportpark Haga nu ze daar blijven? Je had er rekening mee gehouden dat het vrij zou komen en dat de huizen gebouwd zouden worden. Nee, voor dat stuk waar zij nu zitten, en daar zullen ze in ieder geval weg moeten. Dat gesprek hebben we ook. Okay. Hebben zij in ieder geval ook met hun leden gevoerd. Dus verhuizen, hoe dan ook. Ja. Ja. Als je niet naar het Avierdak gaat, dan moet je ergens anders heen. Terug naar het plekje wat een van de twee oorspronkelijke verenigingen had in het Beatrixpark. Nou ja, ik heb dit nieuws van Nexus net gehoord. En voor ons zat het natuurlijk zo ver in het plan en het verder doorrekenen, doortekenen met hen op het dak. Dat, dat ik daar in ieder geval geen optie B voor klaar heb liggen. Want als ik die had, dan hadden we dat gesprek niet op die manier gevoerd. Nee, precies. Maar goed, zoals ik met elke sportvereniging spreek, spreek ik natuurlijk ook gewoon met hun over hoe het gaat als hun ook. Maar ook in hun rol als vitale vereniging en hoe ze dat goed georganiseerd krijgen, hun maatschappelijke rol. Dus ja, de gesprekken zijn er sowieso. Geen ramp? Niet voor Schiedam in beweging. Dus je gaat ook geen uiterste poging doen om ze toch naar het dak te krijgen? Nee, want ik vind dat dat de vrijheid en keuze ook van de vereniging zelf is. Ben je niet bang dat er meer sportverenigingen zullen afhaken? Dat je straks een leeg dak hebt? Die signalen heb ik helemaal niet. Ik heb juist heel veel enthousiasme, onder andere wat ik net zei, bijvoorbeeld uit de dansschool die nu aanschuift. Maar ook de cricket en de honkbal die nu onder de luifels van het dak daarin bezig zijn. De hockey zijn echt heel hard bezig om met elkaar ook de laatste dingen door te tekenen, door te rekenen. Dus de signalen staan wat mij betreft op groen. Dus als straks in december de A4 open gaat en de auto's gaan rijden, dan zijn wij al bezig. Dan zijn de eerste contouren van het nieuwe sportpark op het dak er ook. Ja, dan zijn we echt al, dit jaar gaan we al met het een en ander beginnen. Als de raad daarin zegt, doen. Komen we daar vast nog een keer op terug. Nou, graag.